Hedendaagse kijkers en welkom bij de Weeskes Wijn Team. Vandaag ontkennen we ons een weekje bij Vanessa Taylor van die Rainbow Aftercare programma in Cyprus van Jalpida, wat tezamen een nazorgprogramma aanbiedt hier bij Panorama Primary van Lowell Vredenburg. Rainbow Aftercare is een levensgevende organisatie gesticht door Vanessa Taylor ten doel om een nazorgdienst voor de kinderen van Lowell Vredenburg te voorzien. In samenwerking met Jalpida voorzien hier de organisatie hier de kinderen een veilige haven, waar hulle na school hulle thuiswerk voltooi, speel en voeding ontvang, terwijl hulle hulle ouders wacht om terug te keer van hun dagelijkse arbeid. Mevrouw Taylor, vertel ons een beetje meer over die Rainbow Aftercare programma. Als de community development worker is ik nu zo 8 jaar in de Westkust. En ik heb gekomen met Rainbow Aftercare, omdat ik in 2002 begon in Mammery, bij Panorama Primary. En ik heb mijn niet-analysis gedaan in Vredenburg, meer specifiek Lowell. En ik heb die niet gezien van kinders wat zone supervision is. After school en during school holidays. En dit is waar ik weer geboorte gegeven heb. Die net te kom vragen bij Panorama Primair met die moedige mensen, die vorige hoofd meneer Dreiden, al die rolspelers betrokken. En hulle het vir my die groen lig gegeven om met Rainbow Aftercare te beginnen, wat op 3 maart 2015 is hy ambtelik geloods bij Panorama Primair, waar vanaf ons nog huidiglik werk. Nou, wat er ouderdomsgroepskinders is welkom om deel te word van die nazorgprogramma. Alle schoolgaande kinders van graad R, dit was jou 6-jarig oud kind, tot en met 15 jaar oud. Maar ons het wel kinders wat ouder is as dit, wat op tot 18, onze oudste leerder word my maand 21. En sy so deel en eie van Rainbow Aftercare, dat sy nie wil klaarmaak met Rainbow Aftercare nie. En is vir my baie interessant, sy is graad 11. En die motivering wat ons van is, om nie te kyk na ouderdom nie, maar om te kyk om matriek te behaal, ongeag die ouderdom. En dit maak vir my meer aangedrewe om aan te gaan met dit wat ek begin het. Volgens my verstaan, is dit niet een nazorgprogramma waar kinderen slechts bezig gehouden worden met allerlei onbenulligheden? Ja, dat is een hele brede aspect. Als het dagprogramma zoals bij enige school of bij een normale school, wat open staatsschool of een kleuterschool, ons noemen het een high en een low. Als een kind uit die school komt, dan is 12:30. Dan heeft die kind zijn etenstijd. Daarna noemen ons het free play, waar hy vrije speel het met alles wat daar is. Maar die games wat daar is educational. As ballen, vir sportcodes, verskillende sportcodes. En daarna het ons die huiswerksessie, waar ons kinders assisteer met schoolwerk. Dit wil sê, werk wat hulle mee sikkel by die school, huiswerk wat hulle moet klaarmaak vir die volgende dag, take, research, alles in die verband help ons hulle mee. Dieselfde gedurende skoolvakansies, begint ons baie vroeger, van 9:00 die ochtend tot en met 4:00 die middag, 3:00 die middag, afhangende hoe vol onze programma's met al onze stakehouders. Ons wil het baie graag hou van 8 tot 5, indien moontlik vir die toekomst kyk ons aan. Mevrou Taylor, soos u genoem het, is daar verskillende belanghebbendes betrokke by hierdie program. Byvoorbeeld Jalpida. Ons het vandag 'n verteenwoordiger van Jalpida met ons. Meneer Cyprus, wat is wat Jalpida laat besluit om deel te kom word van hierdie program? Ons het Jalpida begin in 2013 met die program, elke skoolvakansieprogram in die bied. En toe kom ons oor na Lowell Vredenburg toe. Toe sien ons, as ons by die gemeenskapsaal is, dan het ons toevloer van kinders en groot mense en dit belemmer die program self. Met consultatie samen met Vanessa bij Rainbow Aftercare het ons besluit ons gaan op pad naar Rainbow Aftercare toe, wat een goede ding was. Want die kinders is dan in een veilige environment. Ons het kombuis tot het beskikking en ons het een hele vaste programma voor die kinders. Die enige idee van Jalpida is om die kinders tijdens schoolvakantie bezig te houden veiligheid en van de straat op touw en ook veilig wordt kostig hier. En ik denk ons het goede handen samengevat met Rimoké om dit te doen. En het kan niet beter gaan van hier van dat, want ons allebei die visie en oor, we gaan om het kind, met kunsttoestand te veranderen. En als ons één kind kan veranderen, verandert onze generatie. Zoals ik achterkom is dit niet een nazorgcentrum waar kinderen komen leren zitten en voor hun ouders wachten. Nee. Jullie doen baie voor die kinderen van die Lowell gemeenschap. Jullie voorzien van voedsel en speelgoed. Hoe verzamelen jullie fondsen voor die voorziening aan die kinderen? Als de NGO doen is gewoon het aanzoek voor befondsing van verschillende personen in de gemeenschap aan. Dus bijvoorbeeld bezigheden wat wel helpt. En dan doen ze ook aanzoek bij het departement van Community Safety voor ons te helpen. Al leg je maar R50 per kind als ze voor ons dat toestaan, maar we proberen ook om alle areas te tekenen in wetenschap. Zo, ons doen maar aanzoek en dan kijken als we krijgen dingen, dan gaan die programma's steeds aan. Ons vragen dan ook bij die gemeenschapsforum of hulle nie vir ons ook kan helpen as hulle fondse beskikbaar het. Maar meeste van die tijd kom het uit Rimoké en Jalpida se sakke uit om dit voorsien. Dit gaan nie vir ons uit wie se sak uit kom, dit gaan oor die kind. Dit wil verskil maak in die kind se lewe en dit is belangrik vir ons. Dit is goeie werk wat julle doen, maar ek glo seker nog bystand sal waardeer word. Is het moeilijk voor andere belangstellenden die graag financieel of andere manieren wil behulpzaam wees om dit te kunnen doen? Ons sal sê dis baie meer as welkom om enige bydrae in enige vorm te gee. Het sy dit lekkers is of 'n pakkie chips of vrugte of 'n broodjie of hoe dit ook al sy, want ons koester regtig en streef daarna om vir die kinders ontbyt te gee soggens as die program begin. Ons zorg voor een well-nutritious, balanced, cooked meal voor lunch. En dan geven we ons een snackpack aan het einde van de dag voor elke kind. So ja, enige bijdrage is bij meer als welkom. En ons, als ons contant ontvang van bezigheden, dan verkies ons dat hulle dit in onze onderskeie bankrekenings gesit. Ons is ook oop om verslag te gee hoe ons het gaat spanderen, want ons hou alle bewijzen van inkomsten zowel as uitgawes. En aan die ander kant sê ons ook, dit is vir ons baie minder moeite. As die ou vir ons sê, gee vir ons 'n pre-approved lys, dit is wat jy nodig het in terme van voeding, nutrition of snackpack uitgawes. En hy sê vir ons, ek gaan vir julle X bedrag vleis gee of ek gaan vir julle X bedrag vrugte gee. Dan weet ons, dit gaan vir ons genoegsaam wees vir 'n week of vir die duur van die vakansieprogram of vir 'n aantal dae. So enige een is meer as welkom en in al ons vakansieprogramme wat ons al gedoen het, kan ons regtig waar sê dankie vir Pieke Pui, Vredenburg, en ons kan dankie sê vir Spaar en ons kan dankie sê vir die polisieforum, CAF, CPF, Saldana, Vredenburg. Ons kan dankie sê vir Jalpida en die omliggende areas. Ons kan dankie sê vir Panorama Primary vir die beskikbaarheid van die perseel om die program so goed te kan loop. So enige een is meer as welkom om jou te kom, veral as jy 'n objectief het wat in lyn is met dit wat Jalpida doen, dit wat Rainbow Aftercare doen en as kinderversorging, kindersbeskerming en jeugontwikkeling part is van sy objectives, hoe moeder welkom. Wat is die vooruitzichten voor hierdie nazorgprogram? Ja, ons het 'n groot visie vir Lowell, nie net vir Rainbow Aftercare nie, is om meer NGO's, meer mense betrokke te kry. Ons het 'n crash, 'n pre-grade R, die aftercare, so as die ouer werk toe gaan en hy sit sy kind vanoggend daar af by daai struktuur, dan moet hy weet hy kan vanaand 5 uur, 6 uur, 7 uur kan hy sy kind kom afhaal. Ons wil 'n groter werkskorps hê, waar ons meer mense kan werk hê. Ons wil 'n food garden hê wat ons gemeenskap en die projekte sal kan maintain. Ons wil byvoorbeeld kyk na jeugontwikkeling, 'n youth coffee shop, youth skills development. Ons kyk na die ouderdomsgroep 45 tot 55, werklose mense wat able en disabled is, vir skills development. Jou vrou wat by die huis sit, wat kan naaldwerk doen, maar sy het nie die goed nie. Die man wat kan jam maak, maar hy het nie die plek om het te maak. Man wat kan piade maak, wat kan skoene reg maak. En op zo'n manier sê, dit is hoe ek my inkomste verdien. Ek sta nie net pak aan en wacht vir iemand om iets in my hand te kom sit. Dit is die groter visie van Rainbow Aftercare. Die kinders is ons toekomst. En met hierdie type bijdrage aan hulle levens kan dit lei tot 'n positiewe uitwerking op hulle levens. Ons wil dankie sê aan Rainbow Aftercare, Jalpida, as ook Panorama Primary vir hulle bijdrage en die beskikbaarstelling van hierdie fasiliteit. Ek wil dankie sê aan die kykers wat kom inloer het vandag. En ook onthou, kom ons help versprei positiwiteit.